Oké, er komen nog, naar mijn weten, twee mensen die nu nog niet fysiek aanwezig zijn. Misschien wellicht spiritueel, maar goed. Ik garandeer je, als je fysiek aanwezig nu al zou zijn, dat je er meer uithaalt dan dat je alleen spiritueel aanwezig geweest zou zijn. In jullie geval zijn jullie op alle niveaus meer en meer aanwezig hier, dus ik wil je welkom heten. Op de tweedaagse training persoonlijk leiderschap. Oh, what a journey. Wat een reis gaan wij maken. Ik heb in deze twee dagen 33 jaar studie samengevat. Dus het is condensed en compact. En het heeft een zeer hoge transformatiewaarde. Hoe je dat anders zou kunnen zeggen, is dat het een... dat de bedoeling is, dat opdat de hele training is zo gestructureerd, zodat je die transformaties kan maken die je wenst voor jezelf. Dus de hele training is gestructureerd dat het een bevrijdende werking heeft voor jou. En alles is gericht op hoe jij je doel kan bereiken. Dank je. Hoe jij je doel kan bereiken, dat is de essentie van de training. Ja, dus dat is een hoop, hè, 33 jaar studie. Terwijl ik 41 ben, dan zou je kunnen afvragen, wat heb je dan die andere jaren gedaan? Misschien dat je je dat niet afvroeg, dat kan natuurlijk ook. Dan wil ik het daarbij houden. Nou, dankjewel. Dat zou Helene kunnen zijn. Of nog iemand. Ja. Precies, dus... De hele essentie en de intentie van deze twee dagen is gericht op jou. En jij staat centraal in deze training. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, in elke training sta ik centraal. Wat niet wil zeggen dat je ook in een groep zit natuurlijk, hè? Dat je rekening houdt met elkaar. Echter, wat ik bedoel is dat de training is gebaseerd op jouw bewustzijn. Hoeveel bewustzijn heb je over jezelf? Op dit moment waar je nu staat in je leven. Hoeveel bewustzijn heb je over wat er speelt wanneer je in een situatie bent waar je niet het resultaat krijgt dat je wilt of dat je wenst? En hoeveel aandeel durf jij te nemen in het creëren van je eigen werkelijkheid? Persoonlijk leiderschap betekent natuurlijk dat jij meer leiding neemt over jouw leven, niet zozeer over iemand anders leven. Persoonlijk leiderschap betekent, jij hebt al leiding over je leven en zal steeds meer leiding over je leven nemen. Ja. Nou, dat betekent voor de een, betekent leiding nemen, iets anders dan voor iemand anders. Als je persoonlijk leiderschap heeft te maken met je bewustzijn. En hoe meer bewustzijn je hebt, hoe makkelijker het leven is. Want dan kun je zeggen, ja, ik hoef alleen dat te doen, zodat ik dat resultaat krijg. Waarom krijg ik niet dat resultaat in die situatie? Ja, omdat je iets nog, je bent je nog ergens niet van bewust. Dat is de reden. Ja, de zon schijnt in uw ogen. Dat is een luxe probleem, hè? Ja, dat is waar. Wat een last van de zon. Oh, gezellig. Net een bioscoop, hè? Een beetje, de film gaat zo starten. Ik dacht dat hij al bezig was. Kan je nagaan. Wanneer hij echt gaat starten, wat je zal ervaren op het niveau van je bewustzijn. En meer. Hij was ook een beetje begonnen, maar je hebt, voordat een film start, heb je natuurlijk ook voorstukjes van andere films, hè, had je vroeger. Reclame. Dus,
als je ergens niet het resultaat krijgt dat je wilt of dat je wenst, of je loopt tegen een blokkade op, of je voelt je niet goed, of je kan niet zijn wie je wilt zijn, betekent dat je hier nog ergens niet bewust van bent. Of dat je weerstand hebt tegen iets. Dat zijn de twee redenen waarom je in een situatie niet het resultaat nog hebt, nog niet wat je wel wilt. Er is iets wat tegen je verzet. Of je bent je nog niet bewust van iets wat er gaande is, waardoor je, natuurlijk, een nieuwe keuze kan maken om wel het resultaat te krijgen dat je wilt. Dus die twee redenen geven al een hele hoop macht aan jou. Dat betekent dat hoe meer je bereid bent bewust te worden waartegen je verzet, hoe machtiger je bent en wordt. Maar goed, dat is een uitdaging. Het is een uitdaging, maar het hoeft geen uitdaging te zijn. Want er is een grote prijs te winnen. Namelijk dat je wel het resultaat krijgt dat je wilt. Dat is de grote prijs. Er is geen mooiere prijs dan dat. Dat je wel die persoon bent die zo vrij is in die situatie. Dat je wel die persoon bent die een bepaalde gedraging doet. Of juist niet meer doet. Dat je wel die persoon bent die zich zo kan voelen in zo'n situatie. Dat is de prijs die je wilt winnen. Is er iemand beneden? Is een mystery guest. Ja, is toch dat spirituele stukje aan iemand wel gaat. En jij maakte het grapje over het fysieke spirituele. Dan gaat mijn spirit aanbellen. De fysiek ging er binnen. Terwijl ze daar al naast je zit. Het is wel niet duidelijk dat op de 40 ik was eerst naar beneden zo. Ja, ik heb echt allemaal van iets horen. Gaan zo. Wandering through the building. Ja. En dan kwam ik er in dat leven. Is meerdere keren al voorgekomen. Dat mensen op tijd waren, alleen niet op tijd op de vierde etage. Omdat, ja, het is een groot gebouw. En ze hebben al gebieden verkend. Ja, wat eigenlijk niet per se de bedoeling is. Maar daar leren ze vaak het meest. Ik moet me beter voorbereiden. En ik moet meer letten op gedetailleerde planning. Volgens mij stond het in die praktische informatie die hij had opgestuurd. Welke etage was het ook? Ja. Welke stad? Welke stad was het nou? Den Haag. Welk land geeft hij nu training? Ja, ik ga volgende week. Oh nee, volgende week is er nog een opleiding hier. Waar een aantal van jullie bij zal zijn. Transformationele therapie. En die week daarop ga ik naar Ierland toe. Dat betekent dat dit ook een goed moment is. Om je telefoon op trillen te zetten. Oftewel, pleasure mode. Sorry, Sam, ik zit niet in de cursus. Ik bel je later terug. Ja, dus we laten die persoon eventjes door het gebouw lopen. Ik ga zo de deur sluiten en dan gaan we gewoon starten. Dus als je je telefoon op trillen zou willen zetten of uit, is een goed moment. Zodat we ons meer en meer kunnen focussen. Okidoki, dus hoeveel bewustzijn heb je nu? En deze twee dagen is gericht op het creëren van meer bewustzijn over waar je eigenlijk mee bezig bent in de situatie waar je niet het resultaat krijgt dat je wilt. Dus dit zijn een aantal punten waarop we ons gaan richten de komende twee dagen. Het eerste is dus, waar ik net al wat over heb gezegd, het inzicht krijgen. Het letterlijk gaan zien hoe je functioneert, hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je omgaat met weerstand, wat je gelooft,
in een bepaalde situatie. Om een groter bewustzijn te krijgen over jou. Belangrijk daarbij is om te weten dat bewustzijn geen eindstation is. Je kan niet zeggen, ik heb nu het bewustzijn. Het is een oneindig proces van evolutie. Gelukkig. Het is oneindig, dus het is liefde. Liefde is oneindigheid. Niet de liefde van het ego, maar de liefde van de ziel dan. Dus het bewustzijn gaat maar door. Je wordt je steeds meer bewust van verschillende dimensies in jezelf en in het universum. En dat is dus een ongoing process. Het gaat maar door. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je leven is een ontvouwing van bewustzijn dat je hebt. Je bent je nu meer bewust van bepaalde zaken en vroeger minder bewust van bepaalde zaken. Je bent je nu bewust dat je bijvoorbeeld een vlucht kan boeken en naar het buitenland kan gaan. Als kind was je daar minder van bewust. Dus hoe groter jouw bewustzijn, hoe meer succes je hebt. Hoe groter je bewustzijn, hoe meer succes je hebt. Hoe meer bewustzijn, ook hoe meer leiderschap je wilt nemen over jouw leven. Anders geef je je leiding weg. En dan ben je per definitie slachtoffer. Er zit niks tussen trouwens. Je neemt of leiding, of je bent slachtoffer. En we willen natuurlijk uit het slachtofferschap en meer in de leiding komen. Wat niet wil zeggen dat je dan anderen gaat controleren of leiding moet nemen over anderen. Dat is iets anders. Het wil puur zeggen hoe jij in je eigen ervaring staat. En hoe je in je eigen ervaring wilt staan. En dat je daar 100% verantwoordelijkheid voor neemt. Omdat je weet dat daar je macht en kracht ligt. Right? Dus inzicht krijgen. Groter bewustzijn krijgen over jezelf. Nou, met name in deze twee dagen. Inzicht krijgen en bewustzijn krijgen richting emotionele blokkades. Wat is dat eigenlijk? Een emotionele blokkade. Dat is een beladen term. We gaan inzicht krijgen daarin. Bewustzijn krijgen over jouw emotionele blokkades. Met als doel om je doel te bereiken. Het doel van deze twee dagen is niet om zomaar onwillekeurig te gaan analyseren en problemen te gaan zien en vinden en bewustzijn richting problematiek. Nee, we willen die blokkades inzicht krijgen erop, erover, erin, bewustzijn erover, het licht schijnen erop, zodat je je doel bereikt in je persoonlijke relatie, in je carrière, meer zelfvertrouwen krijgt of vrijer bent als een persoon. Wat je doel dan ook is, wat je droom dan ook is, hoe je ideale dag er ook uitziet, je perfecte dag er ook uitziet. We willen alleen dat probleem oplossen dat relevant is om op te lossen. Niet zomaar ja, problemen willen vinden, want dat is namelijk ook oneindig. Dus is het ook liefde. En daar zit al een groot stuk of gedeelte van jouw verantwoordelijkheid neemt toe. Omdat je focus en aandacht tijdelijk wilt kunnen plaatsen op een probleem, lang genoeg, zodat je je weer focust op het doel. Of je zou ook zeggen kort genoeg, zodat je je weer kan focussen op het doel. Hoe je dat kan zien, is als volgt. Je bent op de wereld om je doel te bereiken, je missie te leven. Je potentie die jij hebt, als je jezelf zou vergelijken met een bloem, dan ben jij, en dan is jouw doel, jouw potentie, de reden van je bestaan, is om tot volle bloei te komen. Wat als effect op de omgeving heeft, dat alles meer tot leven komt. Alles gaat om meer leven. Dus jij, ik, wij, mensen, en alles in de natuur kan niets anders zijn dan dat je bent. Een steen is goed in de steen zijn. Een roos is goed in de roos zijn. Een vlinder is goed in de vlinder zijn.
En wanneer je meer in tune komt, in vibratie komt, of gaat afstemmen op wat die missie dan is, die essentie van jou dan is, die kern dan is, nou, hoe meer succes je hebt, omdat dat de natuurlijke gang van zaken is. Hoi, goedendag. Goedendag, sorry. We hebben al het gebouw doorgezocht. Ja, ja, nou ja, welkom. Hoi, Martijn. Hey. Ja, u kunt hier plaatsnemen, daar en daar. Hoi. Geen probleem. Maak je comfortabel. Dus dat was het belangrijkste van de workshop. Ja, natuurlijk moet ze lopen. Grapje. Ik moest het zeggen. Ja, zo'n groot gebouw, hè? Ja, het staat ook niet aangegeven waar je naartoe moet. Dus we waren ze in de kelder, dus ik weet wat zijn. Ja. Zwanger is of zo. Jeetje, Mina, zeg. Hoe is het om bevrijd te zijn nu? Heerlijk. We hebben nog een tijdje beneden hier gezeten. Ja. Jullie hebben elkaar leren kennen, dus eigenlijk terwijl je gedacht gevangen te zijn. Ja, we kennen elkaar. Jullie kennen elkaar. Ja. Oké, mijn excuus. Ja. Goed. Ja, het staat inderdaad wel in de praktische informatie, alleen zou ik dat wat duidelijker kunnen gaan melden. Nou, voor het bordje staat er ingang of zo. Ja. Dus jij hebt in jou al de blauwdruk van jouw volle potentie. Anders kun je niet bestaan. Eigenlijk hoef je niets, nou ja, natuurlijk moet je wel wat doen, maar in principe de natuurlijke gang van zaken is dat jij bestaat. Toch? Dat betekent dat je een reden hebt, omdat alles in de natuur een functie heeft. Je zou het ook een functie kunnen noemen. Hoe meer je je bewust bent van die functie, hoe meer je in de flow bent, hoe makkelijker dingen gaan. Dus iets voelt alleen maar niet goed omdat het je functie blokkeert. Iets, een emotie die ver verwijderd is van jouw pure essentie, hoe verder die verwijderd is, hoe meer pijnlijk het is. Maar dat wil niet zeggen dat je je functie verloren zou hebben wanneer je pijn zou hebben. Het laat eigenlijk alleen nog maar meer je functie zien. Of het laat meer je essentie zien. Of het laat juist meer zien wat je wel wilt. Het is een contrast. Zeg maar dat het op de vierde etage is. Dus het is een contrast, zie je. Dus je zou emotionele pijn of een negatieve emotie kunnen formuleren als het verschil tussen wie jij wil zijn en wie je op dat moment denkt te zijn. Dat verschil, die discrepantie, die ruimte die daar zit, wordt teruggegeven in je emotie. Dus je hebt een doel. Anders zou je niet in deze zaal nu zitten. Dus nog even terug. Het doel is dus niet zomaar emotionele blokkades te gaan op te lossen. Ja, voor de fun. Want dan kun je lelijk je hoofd stoten of verdwaald raken. In het oneindig analyseren over problematiek. En zoals ik zei, het is ook een oneindigheid. Dus is het liefde. Maar je kunt je ook daardoor verder van je doel verwijderd raken. En dat is wat ik je wil helpen vermijden. Je hoeft alleen maar die blokkade op te lossen die tussen jou en je doel staat. Geen enkele andere op dit moment in je leven. Je zou kunnen zeggen, oké, ik weet min of meer waar ik bepaalde blokkades heb. Echter, als sommige blokkades of problemen zijn niet relevant om op te lossen. Later misschien. Zie je? Dus het doel dicteert welk probleem relevant is. In plaats van, hoe kom ik hier vanaf? Ja, hier moet je doel weten. Het is een hele gevaarlijke valkuil.
om het idee te hebben of jezelf de vraag te stellen, want het is een vraag, hoe kom ik hier vanaf? Als je die vraag stelt met in de achtergrond, dit is mijn doel, dus hoe kom ik hier vanaf zodat ik mijn doel bereik, ja, dat is genuanceren. Dat is leiderschap. Dat is accuraat denken. Waardoor je op het spoor komt en blijft. In plaats van, dat is mijn probleem en ik kijk het aan en ik loop er naartoe. Wat al een uitdaging kan zijn. Maar ik ben eigenlijk niet bewust van waar ik naartoe wil. Dan kun je geabsorbeerd worden door negatieve emoties, problematieken, analyses. En dat is zonde. Dat is letterlijk een zonde. Waarom? Ja, omdat je een roos bent. Of jij hebt een functie en die wil tot volle bloei komen. Daar wil je naartoe, dat is je doel. Dus als je het zo bekijkt, dan betekent het dat, goedemorgen, dat je kunt alleen maar weten of iets een probleem is of niet een probleem, als je weet wat je doel is. Dat is een nuancering die zeer belangrijk is. Dit kan je 20 jaar van je leven schelen. Besparen, beter gezegd. Sparen. Ja? Als je het gesprek maakt, dan kan je zeggen dat je stelt je doel niet helemaal helder is. Of dat je misschien denkt je doel te kennen. En je ondervindt problemen. Dat je vanuit je problemen misschien tot een ander doel kan komen dan je had gedacht wat dat het doel was. Het doel waarvan je je nu bewust bent, is het doel. Oké, het gaat wel om je bewustzijn. Ja, want anders kom je in de valkuil. Ik moet eerst mijn doel weten, want nu kan ik anders niet het probleem oplossen. Dat is een conclusie die ik je wil helpen vermijden. Het idee van ik moet mijn doel weten, ik weet nu wat ik wil, ja, dat zou mooi zijn. Echter, het doel waarvan je, wat je nu kunt zien, is net zo waardevol als je zou weten wat je levensmissie is. Om het zo maar even te zeggen, of je life purpose. Ja, je zit in een auto, er is mist. Als je 10 meter kunt zien, dat is de route. Ga die 10 meter. Ja. Het is niet minder of meer waard dan dat je 10 meter zou kunnen zien. Of 100 meter. Dus het doel is belangrijk. Wat je doel dan ook is. Is dat op het gebied van je persoonlijke relaties? Is het op het gebied van je carrière? Is het op het gebied van je spiritualiteit? Is het op het gebied van duidelijkheid krijgen? Is het op het gebied van meer zelfvertrouwen krijgen? Het maakt niet zoveel uit op welk gebied het is. Het is jouw persoonlijke doel. Right? En die gaat bepalen, ja, welk probleem of blokkade dan eventueel belangrijk genoeg is om op te lossen. Nou, als ik zal een voorbeeld geven. Als ik bijvoorbeeld heel erg honger heb en ik zit thuis en ik wil een brood kopen, dan zou ik kunnen zeggen, hey, ik heb geen brood thuis en ik heb honger. Het doel is om te gaan eten. Maar het feit dat ik een tafel in mijn huis heb waar ik helemaal niet blij mee ben, is niet relevant. Dan zou ik mijn grenzen verliezen om me te focussen op ook een probleem. Maar het zal me nooit tot het doel brengen. Of althans het doel wat ik in gedachten heb. Ik wil eten, ik heb honger, ik wil een brood eten, zie je. Maar dat doen we wel in de geest, of in de mind, of in ons denken, of bij anderen. Van ja, misschien als ik de tafel verander, dat ik dan krijg eten krijg, of mijn honger stil. En dat is natuurlijk niet een reden om kritiek te geven op jezelf, alles behalve dat. Het is meer een gebrek aan bewustzijn. Nou, dus deze 2 dagen gaat over het verhogen van je bewustzijn over jezelf. Zodat je kan zeggen, ja, de tafel zou mooi zijn als ik die kan vernieuwen. Maar is nu niet relevant. So I drop the problem. En ik focus me op de werkelijke oorzaak die ik kan veranderen. Zodat ik kom in het doel dat ik wens, wil of wil manifesteren. Want het probleem is verbonden met de oplossing. Maar
Maar een ander probleem is verbonden met een andere oplossing. Nou, je kunt zeggen, ik heb de tafel vernieuwd. Ik voel me vervuld, want mijn huis ziet er mooier uit. Echter, ik heb nog steeds honger. Dus, dat is een belangrijk punt. Wat is je doel? En dat dicteert welk probleem relevant is. Je wilt het altijd in relatie brengen met je doel. Ja? Oké, waar we ons ook op gaan richten, dat was het stukje blokkades doel. Right. Op emoties. Want heel veel emoties creëren vastzittendheid of blokkades. Emotionele blokkade geeft wel aan dat het wellicht iets met een emotie te maken zou kunnen hebben. We zijn volledig misleid in onze opvoeding door onwetendheid en gebrek aan bewustzijn hoe we onze eigen emoties A moeten lezen en B zouden moeten kijken. Ik weet, het is een generalisatie. Echter, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat de meeste mensen geen flauw idee hebben wat emoties zijn, hoe ze ermee om moeten gaan, wat ze betekenen en wat de gebruiksaanwijzing is en wat hun waanzinnige mooie, positieve functie is. En heel veel problemen zijn ontstaan vanuit die misvattingen en die onwetendheid die eigenlijk over emoties gaan is. En hoe we elkaar behandelen in de maatschappij wanneer we een emotie hebben. En daardoor onszelf zijn gaan behandelen wanneer we een emotie hebben, alsof er iets mis is met ons. Of nu moet ik me schamen, want ik ben onzeker. Nu ben ik een fout mens. En we hebben het gaat zo snel. Het zelfbekritiserende vermogen. Het zelfbeschuldigende regulatiesysteem. Wat we hebben aangeleerd vanuit onze jeugd. Over het algemeen. Om een goed mens te zijn. Zodat we liefde ontvangen. Door onszelf te blijven beschuldigen en kritiek. Dus we gaan ons richten. Voor een groot gedeelte ook. Wat zijn dan emoties? Hoe kunnen we ermee omgaan? Zodat ze voor jou gaan. In plaats van tegen jou. En hoe kun je ze lezen zodat ze je bekrachtigen en je juist helpen op weg naar je doel? Dat is een groter bewustzijn dat je dan hebt tegen die tijd over emoties in het algemeen. En dan natuurlijk gerelateerd naar jouw persoonlijke, speciale, emotionele blokkade. Omdat sommige mensen, en misschien ben jij er één van, wat geen kritiek is, ik zeg het met compassie, hun eigen emotionele wond als een schat houden, is van mij. En niemand is eigenlijk een soort geheim. En dat komt vaak voor. Het kan ook onbewust zijn dat ik zeg, dit heb ik meegemaakt, ik zal het altijd bij me houden. Mijn pijn, mijn woede of mijn verdriet, wat mij is aangedaan. Ik zal het niet laten zien naar de buitenwereld. In mij kan ik het bijvoorbeeld vasthouden als een schat. En dus ook geen afstand nemen ervan. Moet dat? Nee, niet per se. Echter is emotionele pijn niet de reden waarvoor je op de aarde bent. En je juist rijker wordt. Machtiger wordt, succesvoller wordt, gelukkiger wordt, meer innerlijke vrede zal ervaren, gezonder wordt. Wanneer je kijkt naar de vreemde logica van emotionele pijn als een schat zien. Het is wel een zeer intieme aangelegenheid wanneer je je emotionele pijn kan accepteren en er niet meer tegen verzet. Maar in feite is het niet echt wat je wilt. Maar goed. En het is geen kritiek, want ik heb zelf namelijk ook mijn emotionele pijn als een schat jarenlang bewaakt en bewaard. Wat we ook gaan bekijken zijn meta-emoties. Want stel je voor, je bent in een situatie en je voelt je bijvoorbeeld onzeker
Dat is dan de eerste primaire emotie. Het kan zijn dat je als reactie erop je schaamt. En dat je pissed off maakt. Dan heb je de drie op een rij. Dat noemen we meta-emoties. En soms, in veel gevallen, kan daardoor een dolof ontstaan in je zelfanalyse. Of in het oplossen van zo'n keten. Dus meta-emoties is waar we hier en daar ook naar kijken. Op zo'n manier dat je je doel bereikt, waar je doel dan ook ligt, om op jou te wachten om werkelijkheid te worden. Een meta-emotie is dus, je hebt een emotie en als reactie erop een andere emotie en dan er nog één. Meestal zijn het er niet meer dan drie. Soms is het er maar één. Bijvoorbeeld, ik ben boos in die situatie en daar blijft het bij. Maar vaak zie je dat ik ben boos en ik voel me schuldig. Want ja, het is wel lullig als je iemand kwetst. En daar word ik weer boos om. Omdat ik toch in die situatie... En dat is een conflict. En daar schaam ik me voor. En dat zou mijn schat kunnen zijn. Waar ik eigenlijk heel verdrietig over ben. Zie je? Dan heb je dus meta-emoties. Dan heb je eigenlijk de emoties, de meta-emoties, een blokkade en een doel tegelijk. Wat eventueel je zelfvertrouwen kan ondermijnen. Dus meestal zie je dat er verschillende elementen tegelijk zijn. Dus in deze twee dagen ga je leren hoe je je eigen slot kan openen. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, als je bijvoorbeeld een kluis hebt die dicht zit en daar binnenin zit een andere schat, een schat die je wel wilt. Alleen ja, je hebt bijvoorbeeld drie cijfertjes en je moet dan, is het 119? Nee, hij is nog dicht. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om die kluis te openen. En hoe moet je beginnen? Dus in deze twee dagen krijg je de tools, de gereedschap, hoe je je eigen slot kan openen. Want waar je op slot zit, moet een sleutel zijn. En daar waar een probleem is, moet ook een oplossing zijn. En de schat waar je is vandaag? De schat als je emotionele wond je schat is? Ja. Ik moet ook zeggen dat het een soort gevangenis is waar je zelf in staat. Klopt. Oké, ik heb een paar tips die ik wil geven hoe je het meeste uit de training kan halen. Had je nog een vraag? Ja, als je het schat moet slaan, waar je het zo op, is dat de bedoeling? Nee, maar de persoon behandelt het zo.